Ja, is geen idee. Die rots die daarvoor zit, is geen idee. Ja. Ik zou heel graag een kindje hebben. Eigenlijk al van het eerste moment dat ik hem zag, dacht ik van oh, dat zou een fantastische papa zijn. En hoe zouden onze kinderen er samen uitzien? Zouden ze op hem lijken, op mij lijken? Zo die dingen. Ja. Je vraagt je dat af. Hoe gaat dat worden? Ik ben echt een toerist. Allee, samen water kunnen zien eten. Dat is alles wat goed doen. Ja. Hè? We drinken achteraf wel onze cocktail. Catherine en Didier zijn 7 jaar samen. Van in het begin van hun relatie delen ze dezelfde droom. Een kind. Maar wat voor vele koppels zo evident lijkt, is het niet voor Catherine en Didier. 14 IVF-pogingen in verschillende ziekenhuizen in België, waarvan 4 met gedoneerde eicellen, zijn allemaal mislukt. Het koppel is nu naar Spanje gereisd, in de hoop om hier zwanger te worden. Alleen maar hoop dat het lukt, hè. We zitten hier op Playa San Juan in Alicante. En we zijn hier eigenlijk voor eiceldonatie. We hebben al een hele lange weg achter de rug. En uiteindelijk hebben we een beetje het gevoel dat we in België niet meer vooruit geraken. Dat het nooit gaat lukken daar. En door een beetje op internet te surfen en te kijken en te lezen, ik ga wel eens kansen hier eens wagen. Ik vind het wel raar dat een dokter niet meer gebeld heeft, dus we gaan straks zien. We kunnen straks nog naar het ziekenhuis gaan. Geen nieuws is gewoon niets, maar ja. Catherine is 32. De gemiddelde vrouw komt op 51 jaar in de menopauze. Maar bij haar zal dat veel vroeger komen. Daardoor zijn haar eicellen nu al van slechte kwaliteit. POF heet dat, of prematuur ovarieel falen. Ongeveer 1 op de 100 vrouwen krijgt ermee te maken, maar velen zijn er zich niet van bewust. Eigenlijk heeft ze maar 2 oplossingen. Ofwel gaat ze een adoptieprocedure opstarten, ofwel, wat vaker gebeurt, zal ze proberen zwanger te worden met eiceldonatie. Dus met eicellen van een jonge vrouw die zelf nog eicellen voldoende heeft. Eiceldonatie zit in de wet vervat. Mevrouw die bevalt is de moeder van het kind. Dus juridisch gezien is er geen enkel probleem. Biologisch gezien is er ook geen enkel probleem. Mevrouw wordt zwanger, zal alle gemakken en ongemakken hebben van een zwangerschap. Kan nadien rustig borstvoeding geven. Het zal haar kind zijn, het groeit in haar. Het enige is genetisch. Maar genetisch, dat zijn die 23 chromosomen dat een eicel aanbrengt. En dat is toch maar relatief. In het Universitair Ziekenhuis Brussel is naast een spermabank sinds 2010 ook een eicelbank waar eicellen kunnen worden ingevroren. In 2012 is 196 keer beroep gedaan op die bank. En het aantal stijgt elk jaar. Maar de wachttijden zijn lang. Een koppel moet minstens 8 maanden wachten op een anonieme donor. Dat ligt in Spanje anders. Daar hebben ze meer en jongere donoren, wat de slaagkansen enorm doet stijgen. In ons centrum bijvoorbeeld ligt de slaagkans op een 35% levend geboren kind na een behandelingscyclus. In Spanje zal dat toch al gauw 50% zijn. Zuiver door dat leeftijdsverschil van de beschikbare donoren. Het is spijtig natuurlijk dat er mensen naar het buitenland moeten gaan om een medische behandeling te hebben, die in principe in ons land ook zou moeten mogelijk zijn. Maar het is onvermijdelijk. Het heeft te maken met aanbod, met vraag. Het heeft ook te maken met de financiële implicaties. Heel veel mensen die beroep doen te doen op eiceldonatie, zijn ook mensen die eigenlijk geen terugbetaling meer hebben voor hun behandelingen hier. En dan wordt al gauw het verschil tussen een behandeling in België doen of een behandeling in Spanje doen heel klein. En als je dan de slaagkans of het verschil in slaagkans in het voordeel van Spanje in acht neemt, dan is de stap naar Spanje natuurlijk zeer snel gezet. Het zou mooi zijn moest onze overheid in alle campagnes voor orgaandonaties ook eiceldonatie en zaaddonatie meenemen. Dat de bevolking weet dat je niet alleen een nier kan afstaan, maar ook bijvoorbeeld zaadcellen of eicellen. De hoge slaagkansen hebben Catherine en Didier de stap naar het Spaanse Alicante doen zetten. Het is duur, maar het is ook heel relatief. Hè. Je kunt zeggen dat kost zoveel als een schone auto, maar als ik kan kiezen tussen een kind en een schone auto, dan weet ik het wel. Dus, allez, jij ook, hè?
daar rijden we nog wel mee als bolleke van 13 jaar nog wel even rond. Als het hier niet lukt, heb ik het gevoel dat het niet meer... Allee, dan gaan we ons denk ik moeten met het gevoel neerleggen dat, dat er nooit geen kinderen gaan komen. Ja, dit is echt de reis van de laatste hoop. Hè. Of van de grootste hoop, van de grootste kans, van alles. De reis van een nieuw leven. Ja. Katrien is zelfstandig juwelenontwerpster. De combinatie van haar job met het lange IVF-parcours is zwaar. In de afgelopen 5 jaar heeft ze in Brussel, Gent en Antwerpen in vitro geprobeerd. Ze heeft heil gezocht bij een acupuncturist en ze heeft haar voeding aangepast. Het is misschien vreemd, maar ik heb van alle pogingen in Jette dan spuitjes eens bijgehouden. Dat zijn alle spuitjes dat we moeten zetten. En alle ampulles en zo dat we ooit moeten pakken. Het is in een trein dat je stapt en je, kunt, ja, je zit daarin en je kunt er niet meer uit. Dat stopt niet meer. Ja. Een berichtje op een forum heeft het koppel uiteindelijk overtuigd om een grens te verleggen en in het buitenland hun geluk te zoeken. Iemand die direct zwanger was, weet niet wat dat is. En die kunnen wel zeggen van, zover zou ik niet gaan. Dat weet je niet, als je daar niet in zit, dan weet je dat zelf niet, hoe ver dat je daarin gaat. En als ze altijd hoop blijven geven, als je een ziekte hebt, je hebt kanker, en ze zeggen van, je hebt 30% kans dat we kunnen genezen met die behandeling. De meesten doen dat ook, hè. Die gaan niet zeggen van, ja, nee, want dat vind ik te ver gaan. Maar dat licht brandt, ga je naartoe, hè. Dat is cru, zeg maar, dat is zo. Ja. En nu, als je in de dokter zegt, kijk, we gaan nog een extra proberen, we gaan nog een klein beetje hormonen bijgeven. Allee, ja. We hebben zo s'nachts in onze pyjama naar Scherpenheuvel gereden. Ja, allee, ja, dat zijn dingen die je allemaal... Ja. Je staat er niet bij stil, je doet dat gewoon. Hè. Of je nu in gelooft, ja of nee. We hebben vorig jaar al wel eens papieren ingevuld voor adoptie en zo. Maar omdat we al zoveel IVF-pogingen gedaan waren, is onze kinderwens eigenlijk te groot en waren we daar ook op afgekeurd. Je zou eigenlijk moeten adopteren uit idealisme en niet omdat je een grote kinderwens hebt, omdat je dan dat kind misschien te beklemmend gaat opvoeden, te beschermend. Je slaapt toch niet zo vast dan dat je normaal zou slapen, omdat je toch een stuk onzekerheid hebt hoe dat verder gaat verlopen. En dat is keer aan. Je weet dan niet wat je meer kan doen. Niets kun je meer doen. Je doet alles al om hier te geraken. Ja, we zijn gestart op de natuurlijke weg. Dan moet je al een stap opzij, een stap terugzetten van je droom om te kunnen zeggen, ja, we moeten doen via IVF. Dan moeten we naar een eiceldonatie gaan. Dat is, ja, op zich is dat nog een stap terug, want je bent verliefd geworden op je vrouw. Je hoopt dat je vrouw jou moet gaan uitleggen. Sorry. Zo. Het genetische kan doorgeven aan de... Close on, sit down and relax. Ben je in de box, noemen ze dat hier? Een soort wachtruimte voor straks naar de operatiekamer te gaan. En ik ben aan het wachten op dat ze mij komen halen en dat ze de embryo's gaan terugplaatsen. We beseffen eigenlijk nu pas hoe moeilijk dat het eigenlijk is dat je toch voor eiceldonatie moet gaan en niet je eigen eicellen mocht gebruiken.
Dat is wel zwaar. We zijn daar in al die jaren zo in gerold en in verder gegaan. En oké, nieuwe cyclus, we gaan verder. En je hebt er nooit bij kunnen stilstaan. En het is nu in dat wachten naar deze dat we daar wel bij stilstaan. En zeker hier op vakantie, dat je even je werk en zo allemaal kunt achter u laten. En dan staat er wel bij stil. Ik denk wel aan een donor. En het liefst zou je die nu willen zien. En niet echt om te zien van lijkt die op mij of niet. Want dat wordt wel zo gekozen hier. Maar gewoon voor die school vast te pakken en te zeggen hoe dankbaar dat je bent. Dat is een goede daad waar dat je niet echt voor beloond wordt. Hè. Dat is anoniem. De meeste mensen doen goede daden voor achteraf op een podium te staan. En zij loopt nu gewoon terug hier rond ergens in Spanje. En dat vind ik heel knap. De wetgeving rond donatie van eicellen verschilt in de landen van de Europese Unie. In Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk is eiceldonatie verboden. In Nederland mag het enkel met gekende donoren. En in België en Spanje is donatie verplicht anoniem. Eiceldonatie blijft een gevoelig onderwerp. Weinig donoren willen er openlijk over praten. De donor die wij anoniem konden interviewen, is niet de donor van Katrien en Didier. Yo soy donante de óvulos. Tengo 26 años, es mi segunda vez de donación y tengo dos hijos. Y en mi caso, no pudiera tener hijos, me gustaría que puedan tener la oportunidad de ayudar a otra, pues a madres que lo desean, a parejas y poder hacerles felices. Y aparte que te sientes mejor persona. Y luego también tienen el detalle de te dan una pequeña compensación y a mí también me viene bien la compensación por estos tiempos de crisis, que la verdad que no está la cosa muy mal y yo también estoy estudiando, soy estudiante, soy madre y estudiante, estoy estudiando economía y la carrera pues es cara, el pequeño detalle ese a mí me hace mucho. He llegado a pensar que el día de mañana pues yo pueda tener hijos por ahí y que lo estén por ser donante. Lo bueno que tenemos aquí es en España es que es la anónimo y que el día de mañana no va a venir nadie a buscarte ni a reprocharte nada como pasa en otros países. Entonces estoy tranquila por ello porque yo sé que lo estoy haciendo con toda mi buena fe. Spanje is de hotspot als het gaat over eiceldonatie. Hier gebeuren meer dan de helft van alle donaties in Europa. Enkel in dit privéziekenhuis doen elk jaar 600 koppels een beroep op eiceldonatie. En de patiënten komen van over heel Europa. Vooral Zwitserse, Duitse en Nederlandse vrouwen die niet zwanger geraken in eigen land, komen naar hier. Maar ook Belgische. Now, you need to put your legs here on, please. Oh, my God. First. And we want to show you your 6 embryos, the 3 candidates we selected for transfer. Voor Katrien en Didier verloopt de donatie gunstig. 6 donorcellen zijn bevrucht door de zaadcellen van Didier. Het koppel beslist samen met de dokter om 3 embryo's terug te plaatsen. Dat verhoogt de kans op slagen, maar ook op een meerling. De andere 3 embryootjes worden in de Spaanse eicelbank bewaard en kunnen dienen voor een volgende poging. It's not so expensive, I think. We have treatments starting from 5,000 euros. Okay, the more sugar you put, the more sweet your coffee gets. Yeah, but in the context of your whole life, how much you spend for a car or for your holidays, to have a child is much more important than all these things. Mrs. Cameron. Okay. And we have others that cost 10,000, but then we guarantee them that we'll have at least 5 blastocysts with more, so with a cumulative birth rate of around 80%. And we have others for 25,000. Then we guarantee them a safe delivery. And if they don't get this safe pregnancy and healthy child, we give them most of the money back. Yes? Yes. So sure are we about what we do. Can I light?
laatste 12 dagen worden heel spannend. Afwachten en gevoeld constant van alles. En je probeert op te zoeken van wat voel ik en wat wil dat zeggen. En langs de ene kant wil ik het zo snel mogelijk weten. Wil ik binnen een paar uur al weten van is het gelukt, is het niet. Langs de andere kant is het gevoel van het misschien zwanger kunnen zijn wel leuker dan straks misschien een negatief resultaat. Zijn vuist maken? Ja, dank je wel. Voilà. En dan 2 uur later moet je bellen. Oké. Ja. Merci. Meer van de bloedresultaten binnen? Nee. Hé? En is alles goed? Of? Gelukt. Dus we kunnen beginnen met de rest van ons leven. Ja. Catherine en Didier hebben geluk. Al na 1 poging in Spanje is Catherine zwanger. De droom waar Catherine en Didier 5 jaar op gewacht hebben, werd bijna een nachtmerrie. Catherine kreeg een zwangerschapsvergiftiging. Hun zoontje Bren is geboren op 29 weken. 11 weken vroeger dan verwacht. De vroeggeboorte heeft geen enkel verband met de eiceldonatie. Maar voor het koppel waren het alweer bange uren. Je denkt altijd, waarom altijd wij? Waarom moeten wij altijd die miserie hebben? Maar ja, het is nu zo. Je kunt moeilijk zeggen, ja, ik ga me daar nerveus in maken en kwaad in maken, maar dat heeft geen zin. Al de moeite dat we gedaan hebben, is er wel uitgekomen. We hebben een Bren. Ja. En Bren zijn kleertjes allemaal aan het opvouwen. Dat hem binnenkort naar huis mag komen. De helft kan nog veel te groot zijn, maar dat is daar allemaal al klaar voor de grote dag. Nu dat Bren zo vroeg geboren is, hebben we ons mogen haasten om alles klaar te krijgen. Maar we zijn klaar dat hij naar huis zou kunnen komen, dus ons ventje mag naar huis komen. Dat is als een Bren. Hij weegt momenteel 2,290 kilo en hij doet het supergoed. Ja. Hij ligt nog wel even bij de prematuurkus, maar binnen een paar weken zal hij mee naar huis mogen. Dat is zo'n innerlijk geluk dat je hebt en een innerlijke rust dat je hebt, dat je weet dat je die 5 jaar en al die spuiten die we gezet hebben, toch voor niks hebben gedaan. We hebben zo 5 jaar gevochten om te geraken waar we nu zijn. Als je hem zo ziet liggen, zei dat toch rap alles vergeten, hè? Vind je dat niet? Dat is waar. Al die miserie en zo. 5 jaar verpakt en 2 kilo bij om. Voilà. Bren mag dan wel het DNA van een Spaanse vrouw hebben. Voor Catherine en Didier is het absoluut hun eigen kind. Dat is 100% Catherine haar kind, want zonder Catherine was die baby er niet. Die eicel ging kapot gaan, ging verloren gaan. Moest er Catherine niet geweest zijn. Dus het is haar bloed die daardoor gestroomd is. Het is in haar baarmoederslijmvlies dat ingenesteld is. Het is zij die dat gevoed heeft. Het is zij die dat die 21 weken bij een jaar heeft gedragen. Het is gewoon Catherine haar babytje. Ja, ik ben ook super blij dat hem zo hard op mijn man lijkt. Dan is het helemaal een kindje van ons. Hoor. Ja. Maar jawel, misschien een Spaans temperamentje, hebben ze hier al gezegd. Being as in love, love.